Jongerenpersbureaus, ja. En feitelijk precies wat je zegt. Een persbureau geleidt de jongeren. Maar ja, jongeren hebben niet echt ervaring om het zelf te kunnen doen. Dus er zijn er begeleiders bij. En die begeleiders zijn dan de professionals. En die zorgen ervoor dat ja, alles compleet goed tot een einde komt. En hier dan dat wij tot een uitzending komen. De opdracht van deze uitzending was het Motorstraatgebied. De ontwikkeling in het Motorstraatgebied eigenlijk, om precies te zijn. De opdracht was om aan de mensen te vragen wat zij eigenlijk wisten over het Motorstraatgebied en over de ontwikkelingen. Ondernemingen, voorbijgangers, automobilisten enzovoort. Het uitvaartcentrum van Ballengooien. Marvin Smart is een onderneming die ook in het Motorstraatgebied gevestigd is. En hebben we gevraagd wat zij weten over de ontwikkelingen van het gebied. Er wordt heel erg nagedacht over wat er anders kan, wat er beter kan. Wat er nog bij kan komen, er zijn dingen weggehaald, er komt een nieuwe school. En voor de uitzending hebben we dan bedacht om de ondernemingen die eromheen zitten uit te diepen en daar portretten van te maken. Om ja, te laten zien wat er allemaal, wat er allemaal zich afspeelt. We zijn de straat op gegaan om te vragen of voorbijgangers en mensen die daar werken, of zij weten wat er allemaal gebeurt. Dus daar hebben we een filmpje van gemaakt. Ik ben een ondernemer in dit gebied. En als ondernemers hebben wij een ondernemersvereniging opgericht en daar ben ik voorzitter van. En ja, dan ben ik wel aangesloten wat hier een klein beetje gebeurt. Ja, bijvoorbeeld de bouw van scholen, de bouw van het zorghotel, de bouw van een nieuwe parkeergarage. Dat zijn toch wel de grote dingen die nu op dit moment spelen. En dan in de toekomst misschien nog een groot kantoorgebouw erbij, wat woningen erbij. En ja, daar is iedereen nu op aan het broeden. Wat zijn voor u de drie belangrijkste ontwikkelingen? Scholen. Op dit moment de scholen. Ja, die komen het eerste. Ja, ze zijn daar wat aan het maken, maar ik weet eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Ik weet niet wat de bewoners denken of hopen. Het zijn in eerste instantie de bedrijven die daarbij betrokken zijn. Bewoners hebben daar toch vaak iets meer afstand van. Terwijl er toch plannen zijn om ook meer woningen in het gebied terug te brengen in de toekomst dan er nu zijn. Er zijn best veel woningen aanwezig in het gebied, maar dat valt nu niet zo op. Dit gebied hebben ze hier gebouwd om lekker te kunnen trainen. Als traceur kan je hier lekker je gang gaan om even te oefenen voor de straat, dus ik vind het eigenlijk wel goed dit gebied. Ja, verbouwingen natuurlijk en ook in het ziekenhuis zelf, maar ik weet niet of dat van toepassing is. Ja, een klein beetje. Een klein beetje dat ze die school hier weer gaan bouwen. Dat eventueel de pand weggaat hier, voor de rest zou ik het niet weten. Ja, ik vind het een vrij rommelig gebied. Ja, veel auto-inbraakjes en zo. Nee, de veiligheid is hier een drama. Dus elk jaar wordt hier wel ingebroken. Dus wat dat er gaat, zou het wel een stukje beter mogen. Ja. Ja, ik vind wel dat ze er wat meer ook voor de kinderen mogen doen. Nou, dus hierachter hebben ze plassen gemaakt waar net zie ik er niet van in. Zeg, als ze dat zouden slopen en die nieuwe school zouden komen, en zo, dan wordt het natuurlijk alweer een stukje anders. Dus jij weet niet wat hier allemaal verder wordt ontwikkeld in het gebied? Ja, dit zou gesloopt worden, dit wordt gesloopt. En dan komen dan weer een bejaardenhuis en een nieuwe school en dat soort dingen. En vind je dat een goed initiatief? Ja, ja. Ja, moet ook komen, hè, bejaardenhuizen. Er komen er steeds meer bij. Ik ben Marvin Smaars, ik ben 66. En ik woon al 40 jaar in Nederland. Of 42 jaar zelfs. We zitten hier in de Motorstraat gebied, 5 jaar nu. Het Motorstraatgebied was voor mij een belangrijk gebied, omdat wij dicht bij Ahoy staan. Omdat wij werken op een paar maanden na al 40 jaar voor Ahoy. En het Motorstraatgebied was natuurlijk het beste, niet de mooiste plek van het geheel. Maar het was belangrijk voor ons dat wij dicht bij Ahoy staan. Het is wel beter dan wat wij toen wij hier aankwamen, want wij wisten niet dat het een ontwikkelingsgebied was. Het was alleen maar puur sec dat wij dicht bij Ahoy zaten. Maar nu, het is een pluspunt dat alles wordt opnieuw ontwikkeld. Ja. De gebouwen omheen in dit hele gebied worden nieuw en mooi gemaakt. Er wordt een mooi gebied van een lelijk gebied gemaakt. Ik ben Walter van Ballengooien, uitvaartverzorger in Rotterdam. Het bedrijf is hier gevestigd 40 jaar, ruim 40 jaar. In 1968 is mijn vader ooit begonnen, hier op deze locatie ook. En zelf ben ik inmiddels al 27 jaar werkzaam. In het gebied hier rondom Zevelsweg ben ik inderdaad wel op de hoogte van de ontwikkeling, ja. Jij kunt er iets over vertellen?
Ja, de veelvuldigheid wat nu eigenlijk speelt is natuurlijk hele delen die dus inderdaad afgebroken, heringericht worden. Zowel achter de Stevensweg aan deze zijde als aan de overzijde, achter de Stevensweg Ploegstraat, Dordtse Straatweg. Dus ja, daar is duidelijk verandering zichtbaar. Vernieuwing, verbetering. Ja, alles is redelijk kort na oorlogs. Dus tot zelfs gedeeltes voor oorlogs. Dus ja, op een gegeven moment is iets aan vervanging en vernieuwing is er toe. Dus dat geldt overal. Wat nog gerenoveerd kan worden, mag natuurlijk wel gerenoveerd worden en gemoderniseerd worden. Wat hier aan de Stevensweg zelf ook gebeurd is. Alleen ja, aan de overzijde was het noodzakelijk dat het gewoon ja, eigenlijk afgebroken werd en dat er nieuwbouw komt. De saamhorigheid daarin en eventueel het contact daarin, dat is op zich denk ik wel belangrijk voor een wijk. En dat kan zeker wel belangrijk zijn voor een wijk. En of dat dan inderdaad in grotere vorm op basis van een buurtplatform is, of verenigingen van eigenaren, of inderdaad andere sociëteitsvormen. Ja, op zich kan dat nooit kwaad natuurlijk. Communiceren en contact hebben is op zich nooit verkeerd natuurlijk. In het gebied zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen. Er wordt heel erg nagedacht over wat er anders kan, wat er beter kan, wat er nog bij kan komen. Er zijn dingen weggehaald, er komt een nieuwe school, daar zijn we ook langs geweest. Ik ben er op de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid. Een van de ontwikkelingen hier is de bouw van een nieuwe school. Marloes de Vries van het Zadkin gaat meer alles over vertellen. Dat is een initiatief wat al jaren geleden genomen is door de toenmalige bestuurders. En nou, dat is eigenlijk pas een aantal jaar geleden, nu bijna 3 jaar geleden, weer opgepakt. Door mij en een hele hoop andere mensen. Dat is een initiatief wat genomen is door Henri van Vlodrop, voorzitter college van bestuur Zadkin. En Ralt Visser, voorzitter college bestuur LMC, dat is voortgezet onderwijskoepel in Rotterdam. En die hebben destijds besloten om samen in een gebouw te gaan zitten om zo echt een doorlopende leerlijn te kunnen realiseren. Deze school is bedoeld voor zowel VMBO-leerlingen, MAVO-leerlingen en MBO-leerlingen. VMBO-leerlingen, we zitten nu hier in een pand van Zadkin, waar ook VMBO-leerlingen van het Zuiderpark, dat is onderdeel van het LMC, les hebben. En die leerlingen die komen in dat nieuwbouwpand. En daarnaast komen er ook een hele hoop MBO-leerlingen in dat nieuwbouwpand. Maar het allerbelangrijkste voor de leerlingen, dat zij zien als je bij het VMBO binnenkomt van hey, er zitten ook MBO'ers, wat doen die daar? Wat kan ik ook gaan doen? En by the way, ik zie ze ook nog in de praktijkruimtes, waar zij zelf ook gebruik van maken. We zullen ook gezamenlijk projecten gaan doen. We maken ook gezamenlijke onderwijsprogramma's. Dus je zal zien dat de VMBO-leerlingen die door willen naar het MBO, en we gaan natuurlijk vanuit dat iedereen dat wil, in de laatste periode van hun opleiding ook les op het MBO krijgen. Dat docenten over en weer les zullen geven. Dus dat er veel meer gezamenlijk opgegaan wordt. En na school, want we willen ook graag open zijn voor de buurt, de wijk, dat willen we ook wat betekenen. Zullen er bijvoorbeeld ook sportactiviteiten zijn, of zoals het nu genoemd wordt, brede schoolactiviteiten. Waarbij je zult zien dat mbo'ers vanuit hun opleiding bijvoorbeeld met kunst en cultuur een aantal projecten doen waarin de VMBO'ers kunnen deelnemen. Hier komt het schoolgebouw. Kunt u uitleggen hoe de school eruit komt te zien? Ja. Allereerst zie je een hele grote plint bestaande uit glas, dus heel erg doorzichtig. Dat is ook de bedoeling dat men van buiten naar binnen kan kijken en kan zien wat er gebeurt. En daarboven zal de gevel waarschijnlijk wit worden. Maar daarin zie je de raampartijen en dat is een vrij, ja, hoe moet ik het zeggen, het is gewoon een stoer gebouw eigenlijk, vierkant gebouw. Ja. En binnen in het gebouw ga je op de benedenverdieping, dat noemen wij een praktijkstraat, zien. En dat is dus ook heel erg transparant, want daar zie je de leerlingen aan het werk. En omdat er veel technische opleidingen onder andere in zitten, en zorg en welzijn, zie je wat die leerlingen aan het doen zijn. En dat zien de leerlingen ook van elkaar. En dat is ook echt onze bedoeling, dat dat heel erg open is. Als we kijken naar de ingang, waar zou dat hier dan komen, de ingang? Nou, daar zijn we net denk ik al een stukje voorbij gelopen, maar in ieder geval komen 2 ingangen. Dit zou dan de ingang zijn van het Zuiderpark. En hier komen de leerlingen van het VMBO-MAVO afdeling binnen.
En kunnen vrij snel via trappenhuizen naar hun eigen plekje. Want dat was ook bijvoorbeeld een vraag van de leerlingen om echt een eigen honk te hebben. Dus een herkenbaar stukje van hunzelf. Daar gaan ze naartoe. En aan de andere kant, Kopskamp Motorstraat, is de ingang van Zadkine. En daar zie je dus eigenlijk hetzelfde. Want de architect heeft daar wel voor gezorgd dat daar niet heel veel verschillen in zitten. En dat het vrij evenwichtig verdeeld is allemaal. Wanneer zal het gebouw er komen te staan? Als het goed is, wordt de eerste paal in het najaar 2010 dus geslagen. Dus ik hoop in oktober zelf. En als dat allemaal lukt, hebben we vrij strakke planning. En dan moet het gebouw in het voorjaar van 2012, mei zoiets, juni, opgeleverd worden. En dan kunnen we dus bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2012 daar beginnen. Het uitvaartcentrum van Ballengooien. Daar zijn we heen geweest met Saraya en Sjors. Dat is een uitvaartverzorger die al 40 jaar... zit aan de rand van het Motorstraatgebied. Jens heeft de hoofdlijn gedaan van Ballengooien. En ik heb daarbij de inserts gedraaid en de snijshots die daarbij horen. Ten eerste belt u de huisarts of eventueel dienstdoende arts van het tehuis. Het maakt niet uit op welk tijdstip. De arts komt dan zo snel mogelijk om de dood te constateren en de overlijdenspapieren af te geven. Deze overlijdenspapieren heeft de uitvaartverzorger later voor de aangifte van overlijden bij de gemeente nodig. Waarna u, na de uitvaart, de officiële overlijdensakte van de uitvaartverzorger ontvangt. Vervolgens belt u ons op ons telefoonnummer, wij zijn dag en nacht bereikbaar en maken dan met u, volgens uw wensen, een afspraak op de tijd en locatie van uw keuze om alle wensen voor de uitvaart op het gemak met u te bespreken en de uitvaart vervolgens in werking te zetten. Ik ben Walter van Ballengooien, uitvaartverzorger te Rotterdam. Het bedrijf is hier gevestigd 40 jaar, ruim 40 jaar. In 1968 is mijn vader ooit begonnen, hier op deze locatie ook. En zelf ben ik inmiddels al 27 jaar werkzaam. Zoals waarschijnlijk iedere zoon ten aanzien van zijn vader heeft, is dat ja, een normale gang van zaken. En of een vader dan een metselaar is, of een timmerman, of een uitvaartverzorger, maakt niet zoveel verschil. Rolf van Ballengooien. Ik werk ook in het bedrijf, het is een familiebedrijf. Ik heb altijd gezegd van ik ga hier niet werken. Ik wou zelf mijn ding doen en op een gegeven moment, toen, ja, de omstandigheden, ben ik eigenlijk tijdelijk ingevallen. En toen toch blijven hangen. Ja. En wat hoort hij voor reacties als hij vertelt wat voor baan, wat voor functie hij heeft? Ja, dat is heel gevarieerd. Dat is, er zijn mensen die daar terughoudend in reageren. Er zijn mensen die daar laconiek in reageren. Er zijn mensen die daar gewoon normaal realistisch in reageren. Dat is eerder afhankelijk van ja, de mensen hoe ze er zelf tegenaan kijken. Als dat het een afschrikwekkend beroep is. Dat is vroeger was dat wat meer. En tegenwoordig is het natuurlijk veel bespreekbaarder, mede door media en andere dingen natuurlijk. Saraya wilde echt een portret maken van het uitvaartcentrum en van de mensen die daarin werkten, zeg maar. En hoe zij tegen de dood aankeken en wat ze van hun werk vonden. Vind ik wel een interessante gevolg dat, ja, dat je dan het werk wat je doet zo'n invloed heeft hoe je overkomt, op je persoonlijkheid ook, denk ik. Vroeger was meer taboe aan gebonden natuurlijk. Het was allemaal wat donkerder en gordijnen moesten dicht en de televisie moest uit en de radio mocht uit en de buren deden lakens voor de ramen en er mocht niet over gesproken worden. Nu is het natuurlijk veel bespreekbaarder, mensen uiten de eigen wensen, mensen maken het persoonlijke, wat alleen maar goed is. Dus het heeft wat dat betreft veel meer inhoud gekregen dan wat het vroeger was. Het is heel dankbaar werk. Het is heel leuk om te doen, alleen niet altijd even makkelijk. Je hebt natuurlijk altijd wel moeilijke gevallen erbij die erbij blijven. Maar als je het goed doet en je levert een goede service, dan is het heel dankbaar werk. Ja. En, dat is toch eigenlijk wel waar we naar streven. Om mensen zo goed mogelijk afscheid te geven en een goede herinnering, zeg maar, aan de overledene en de uitvaart. Toen vertelde hij ook dat hij de volgende dag bij een crematorium zou zijn. En dat wij daar ook bij mochten komen als ze daar shots konden draaien en dan... nog wat meer informatie krijgen over het hele proces rondom de uitvaart, zeg maar. Voor het crematorium Den Haag en Amsterdam gebouwd, die werd dus eerst gebouwd en daarna. Het is ook het crematorium waar wij als onderneming hier gericht op Rotterdam-Zuid natuurlijk het meeste komen. En ook het meest gebruik van maken voor onze klanten. In wezen, vanaf het moment dat het hier geplaatst is, heeft toen de tijd mijn vader in het bedrijf al gebruik gemaakt van dit crematorium.
De ligging is natuurlijk heel rustiek. Het ligt niet in een woonwijk, het ligt niet aan een snelweg. Het ligt in principe rustiek. Het heeft een hele mooie tuin, een heel mooi park waar dit getuige van is natuurlijk. Het crematorium zelf is multifunctioneel. Dus het heeft alle mogelijkheden van opbaring tot crematie. Ik heb hier zojuist de crematieplechtigheid ook gehad. Die mensen die hebben hier dus ook afscheid genomen, ook crematie gehad. En uiteindelijk nu ook het condoleren en consumptiegebruik, wat ze hier gebruiken. En ook daarna van hieruit ook weer gewoon hun eigen weg gaan. Het is niet een dag natuurlijk, het is een gedeelte. Het is in principe gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van hoe een plechtigheid gaat verlopen natuurlijk. Het kan zijn dat iemand elders opgebaard is, dat je met auto's moet gaan rijden. Het kan zijn dat iemand gewoon hier, wat nu ook het geval was, opgebaard is. Dus de mensen zich hier verzamelen, hier een plechtigheid houden, afscheid nemen. En daarna nog van elkaar afscheid nemen en condoleren en consumpties gebruiken. En daarin begeleiden wij hun. Dat is de dienstverlening die wij dus eigenlijk verlenen. En het blijft toch wel een stukje professionaliteit wat je moet hebben om dus inderdaad gericht te zorgen dat het ook echt goed verloopt. En dus inderdaad in te kunnen grijpen als het nodig is. Zorgen dat muziek en alles georiënteerd is en afgesproken is. Dat is belangrijk. Weersinvloeden, dat kan je wel eens hebben, maar dan praat je meer over sneeuw of ijs of dat soort dingen, dat je dus inderdaad verkeerstechnisch problemen hebt. Verder techniek, ja, muziek kan je in de steek laten, beeld, techniek, geluid, stroom, dat zijn dingen die in het verleden best gebeurden natuurlijk hier. Daar ben je dus professioneel voor, dat je dus improviseert. En dat je toch zorgt dat op wat voor manier dan ook iets zijn doorgang kan vinden. Of in ieder geval met wat andere vertraging dat mensen opgevangen worden totdat het wel zijn doorgang kan vinden. Maar dat is het feit van, dat is het improviseren en ervaring waar je over praat. Nou ja, we hebben tegenwoordig sowieso in uitvaart heel veel keuzes en ook in rouwkaarten. Vroeger had je een zwart randje en een grijs randje en dat was het. Tegenwoordig, ja, de ontwikkeling is veel meer keuze. Je hebt tegenwoordig allerlei soorten rouwkaarten. Ik zal een paar laten zien. Er zijn standaard rouwkaarten zoals deze, maar het is tegenwoordig, omdat een uitvaart toch echt iets persoonlijks is, is het zo dat eigenlijk alles mogelijk is. Heel veel mensen die willen graag een foto van een hond of een kat of van hun geliefde zelf of iets dergelijks. En ja, dat kan ook tegenwoordig. En daarom maak je het zo persoonlijk mogelijk. Het is toch een persoonlijk afscheid en iedereen heeft zijn eigen persoonlijke wensen. En daar proberen we zo goed mogelijk invulling aan te geven. En omdat er zoveel mogelijk is tegenwoordig, lukt dat ook goed. We hadden een tijd geleden iemand die belde, die was ook stervende en die bouwde graag alles in het roze. Die vroeg wat er mogelijk was. Nou, is er tegenwoordig, bestaat er een roze rouwauto, een roze kist. We hebben het zelf over gehad, bijvoorbeeld roze koeken. En eigenlijk zeg maar, ja, eigenlijk is alles mogelijk. En dat zijn toch wel vragen die komen steeds vaker. En ja, je hebt ook allerlei soorten vervoer. Bijvoorbeeld met de bakfiets kan dat tegenwoordig. Je kan met de motor op zijspan in een bus. Ze hebben sinds kort een uitvaarttruck. Dat is een vrachtwagen echt voor vrachtwagenchauffeurs. Speciaal ingericht als rouwauto, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft is er heel veel vraag en heel veel mogelijk. Ik was eigenlijk benieuwd hoe een uitvaartverzorging, hoe de mensen, de werknemers daarvan zijn. Ja, mensen die zich bezighouden met de dood, dat vond ik wel... wel interessant om te zien van wat voor mensen zitten dan in zo'n bedrijf die dan dagelijks zich daarmee bezighouden. Dus ik heb ook die vraag gesteld van ja, als er mensen, als u vertelt wat voor baan u heeft, wat voor functie u uitoefent, hoe reageren mensen daar dan op? En de dood is natuurlijk best wel een heftig onderwerp, dus ik vond het wel interessant om daar meer van af te weten. Ik heb daar niet echt een mening over of ik begraven of gecremeerd of wat wil. Dat is iets, nee, daar heb ik niet specifieke mening over. Dat is iets, dat moet dan degene die achterblijven voor mij maar bepalen wat die daarin zien. Of ze wel iets willen hebben om terug te gaan, niet iets willen hebben om terug te gaan. Dus dat, daar hebben we meer mee te maken dan als ik zelf, want ik ben er dan niet meer. Dus. Ik geloof wel dat er iets is. Maar niet bijvoorbeeld dat er een hemel is waar iedereen naartoe gaat en dat iedereen er bij elkaar komt. Want dan zou het natuurlijk zo vol zijn. Maar ik geloof wel dat er een soort van energie in een lichaam zit wat weer verder gaat en eventueel terugkomt. Ja, als iets anders of in een bepaalde vorm. Maar hoe of wat, dat moeten we maar afwachten natuurlijk. Ik ben niet gelovig. Nee, daar ben ik te realistisch voor. En dat is ook mede het gevolg van het werk wat je al die jaren al doet. Je ziet zoveel verscheidenheid en je ziet ook zoveel verschillende geloven. En
In mijn ogen komt het allemaal relatief op eenzelfde lijn terecht. Alleen ja, er zijn andere personen die daarop gericht zijn, waar men dan dat aan verbindt. En dat, ja, dat is een visie die, ja, die mij realistisch maakt door hetgeen wat je meemaakt. En door het feit van dat er dus ja, natuur er niet altijd even eerlijk en even strak en even recht in is. Dan kan je ook niet echt zeggen van ik ben daar strak gelovig in. Dat kan niet. Ondanks dat er heel veel verdriet en andere omstandigheden in zitten. Heeft dat toch wel het feit dat het je de kracht geeft om verder te gaan. En die dankbaarheid eruit haalt. Dus het blijft een dankbaar beroep wat dat betreft. Item dat Jens pas heeft afgemaakt, dat van ballengooien, uitvaartverzorging, die steekt echt, als je het mij vraagt, ver uit boven de rest. Die vind ik echt heel goed. Muziek goed, edit goed en ook al is het een lang item, het lijkt niet alsof het heel lang is. Je wordt erin meegezogen, je blijft het volgen. En dat is een best wel een item geworden waar ik wel redelijk trots op ben qua camerawerk en qua editing. Dus, en ook qua inhoud vind ik wel dat Sarai heel goed heeft gedaan, zeg maar. Wat ik zelf merkte, dat het onderwerp de dood, mensen zoals het eigenaar van Ballengooi, die zijn dagelijks met het onderwerp bezig. En voor heel veel mensen is het zo'n taboe, dat ze het onderwerp eigenlijk een beetje uit hun leven bannen. En ja, ik zag eigenlijk de hele andere kant. Dat vond ik zelf wel interessant, dat je ook op dat hele, ja, de dood eigenlijk kan omarmen. Dat het helemaal niet iets engs hoeft te zijn. En dat is iets wat ik denk ik wel heb meegekregen. Dat je er wel over kan nadenken, dat het niet iets engs hoeft te zijn. Dus dat, ja, dat was voor mezelf wel een beetje iets wat ik mee heb genomen daar, denk ik. Marvin Smart is een onderneming die ook in het Motorstraatgebied gevestigd is. Ik kwam daar eigenlijk op terecht omdat ik zelf ook grafisch ontwerpen doe. En het leek me wel interessant om te zien wat zij daar binnen het bedrijf deden. Nou, een portret over wat zijn bedrijf nou echt doet en waar die vandaan komt. Ik ben Marvin Smart, ik ben 66. En ik woon al 40 jaar in Nederland. Of 42 jaar zelfs. Ontwerpen en vervaardigen alle reclameuitingen voor grote sportevenementen, maar ook voor popconcerten in Ahoy uiteraard. Daarbij vond ik het echt verschrikkelijk moeilijk om Marvin Smart te editen. De man praat echt met een verschrikkelijk accent, waardoor je het af en toe niet hoort, dan wel goed, dan wel slecht. Het leuke aan bedrijven is, wij mogen mooie dingen maken voor mooie evenementen. Om evenementen mooier maken dan wat zij eigenlijk voorheen waren. Het is een heel klein team. Ja, een heel klein team en dus, heel veel vrijheid. Vaak wel fysiek werk, dus lekker bewegen. En, je ziet wel een aantal evenementen. Ik ben Ronald Voorburg en kom uit Schiedam. En ik werk sinds 5 jaar bij Marvin Smart. En ik ben voor de productie. Ik ben in Shropshire geboren in Engeland. En, ik heb op kunstacademie gestudeerd en afgemaakt in Engeland. Marvin kan je eigenlijk niet is echt een werkgever, maar geen baas. Hij laat ons allemaal onze eigen gang gaan. Iedereen heeft zijn eigen stukje. Ik heb een paar jaar rondgezworven over in België, Duitsland en Italië. En op een gegeven moment werd ik gevraagd of ik mijn kunsten op een wielenbaan kon zetten. En dat was in Groningen. En dat was prima gelukt. En toen werd ik gecontracteerd voor Ahoy. Meestal komt hij de laatste dag wat dingen wat hij mooier vindt of een beetje aanwijzen wat hij wat wil veranderen. We zijn erg tevreden met wat wij gedaan hebben. Wij doen heel veel in het baanwielrennen en we doen heel veel in tenniswerk, alle grote tennistoernooien van Nederland. Ja, we hebben natuurlijk heel lang in Ahoy gezeten hiernaast. Hebben we ons bedrijf gehad. Nou, daar maakt hij echt alles mee. Concerten, grote beurzen, Disney on Ice, al dat soort. Het was erg leuk. Nou zitten we hier, maar nou doen we al heel veel evenementen buiten. Dus we zitten niet altijd hier binnenin opgesloten. Nee. Het is allemaal, en je mag heel veel hier. Je moet ook best veel, maar hè? Vooral hard werken. Ja, anders komen we niet uit. Ik heb de meest fantastische stel werknemers. Die zijn bereid om 's nachts te gaan werken als het is, of 's nachts door als het. Als het echt zou moeten. Iedereen is jaloers op onze werkkracht.
Ik denk dat het item voor mijn gevoel half gelukt is. Het is niet helemaal wat ik in gedachten had. Had wel wat meer diepgang ingemogen in de uitwerking, de montage. Ja, hij is inderdaad kort. Het item dat Jens pas heeft afgemaakt, dat van ballen gooien, uitvaartverzorging. Die steekt echt, als je het mij vraagt, ver uit boven de rest. Die vind ik echt heel goed. Muziek goed, edit goed en ook al is het een lang item, het lijkt niet alsof het heel lang is. Je wordt erin meegezogen, je blijft het volgen. Terwijl bij die andere, die van Zadkine, Marloes Vries en Marvin Smart, daar haak je al heel snel af, vind ik. Dus...